Waarom wordt veel alternatieve medicatie weggezet als een hype? Hierdoor voel ik me niet serieus genomen, terwijl het middel bij mij als patiënt wel werkt. Ja. Dat komt voor, inderdaad. Ja. Maar dan heb ik toch de indruk van, ga op een gegeven ogenblik in gesprek met je behandelaar, hetzij de neuroloog, hetzij een homeopaat. En zoals bij mij is minimaal 1 keer per jaar bloedcontrole. Waarop bloedwaarde wordt vergeleken met algemene waarden die je zou moeten hebben. En elk jaar weer. Ja. Nou, weet je wat het probleem is? Er is een hele dunne lijn tussen hoop en hype. En wat wij allemaal mensen gunnen, hè, daarom hebben wij ons vak gekozen, is mensen hoop bieden en mensen helpen. En als er een nieuwe, nou bijvoorbeeld wietolie, hè, cannabis. Ja. Hebben we een filmpje van meegenomen. Een filmpje kunnen we ook laten zien. Dat laat een meneer misschien zien. Moet even naar kijken. Misschien moeten we er even naar kijken. Nou, je ziet een meneer hier met overtollige bewegingen door de Parkinson. Hè. Dit zijn de bijwerkingen van de Sinemet of de Madopar waar je naar zit te kijken. Dus hij is nu overtollig. En dit is diezelfde meneer nadat hij voor het eerst in zijn leven wietolie heeft gebruikt. Cannabisolie. En je ziet dat hij evident veel rustiger is. Nou, bewijst dit nou dat cannabisolie werkt? Nee. Wat dit voor mij zegt, dit filmpje, is dat er mensen zijn die kunnen opknappen. Dit is voor mij een motivatie dat er goed, deugdelijk wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren. Want cannabis is een interessant medicijn of interessante behandeling, omdat het theoretisch een effectieve stof bevat die ook daadwerkelijk een aangrijpingspunt in de hersenen heeft. De onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, laten geen overtuigende meerwaarde zien. Dus op groepsniveau komt het er gewoon niet uit. Terwijl cannabis bijvoorbeeld een dempend effect kan hebben en je rijvaardigheid beïnvloeden. Dit soort filmpjes geven mensen terecht hoop, maar omdat het die hoop dan vervolgens niet genuanceerd wordt door wetenschappelijk onderzoek, wordt het heel snel een hype. En die hype is niet zozeer door ons als dokters de wereld ingeholpen. Dat is de overspannen hoop die de wereld om ons heen veroorzaakt. En ik denk dat onze rol is om mensen te beschermen ook tegen de hype, zonder die hoop weg te nemen. Cannabis biedt een beetje hoop, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat op dit moment cannabis niet een wetenschappelijk onderbouwde behandeling is. Ik zal cannabis dus zelf ook niet voorschrijven. Ik wil het wel weten, met name vanwege die bijwerkingen. En ik vind dat het essentieel is dat daar verder goed onderzoek naar gebeurt. Okay.